En een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag, mijn vrije dag. En ik heb net een ontbijtje even klaargemaakt. Ik kwam er om... Nee, nou moet ik het anders zeggen. Ik werd om 8:30 wakker, maar uiteindelijk is het nu 9:15. Dus ik heb even wat langer in mijn bed gelegen, filmpjes gekeken. Ik heb even een ontbijtje gemaakt en even een verse thee gezet. Dus ik kan er even tegenaan. Ik ga even een muziekje opzetten op Spotify, even rustig wakker worden, even blogs lezen en dan even wat gaan doen. Want vanmiddag moet ik naar de kapper. En ik ga dus mijn haar weer een stukje donkerder verven. Maar goed, ik ga even stofzuigen en het huis verder doen. En even mijn eigen gezicht ook even afmaken, want daar was ik mee begonnen. En oh, mijn haar. Ja, hier gaat echt wel nog een stukje af, denk ik. En het is vandaag alweer zaterdag. En dat betekent dat ik vandaag ook lekker vrij ben. Ik heb hier hele toffe haarvitamines ontvangen. Van Oase. Super benieuwd naar. Dus dat zit hier allemaal in. En nog wat extra PR spulletjes. Dus dat komt allemaal goed. Verder hangen hier nu even onze jassen dus. Op de kapstokhaak. Waar we nog steeds erg blij mee zijn. Verder heb ik ook even kijken een deel van de keuken gedaan. Want het was allemaal niet meer logisch ingedeeld. En vooral in het begin moet je heel erg wennen hoe alles komt te staan. Mark is ondertussen trouwens bezig buiten met de regenpijp. Dus dat is ook wel chill. Dus die zit erin. Dus dat is wel lekker. Want dan komt het, blijft het daar droog. De buurvrouw heeft er geen last meer van. En het spettert niet allemaal nat waardoor het helemaal groen uitslaat. Want daar slaat het wel helemaal groen uit. Dus als dit straks helemaal dicht is gemaakt, kan ik lekker dit weer overnieuw wit gaan verven. Maar goed, hier trouwens nog een weegschaaltje van de Action. Ideaal ding. Maar hier heb ik allemaal spullen. Dat moet ik dus gewoon even boven op de zolder gaan zetten. Want ik gebruik dit gewoon amper tot nooit. En als ik het een keer gebruik, kan ik het beter natuurlijk daar vandaan pakken. Mijn lepels ga ik daarin houden. Tenminste, er komt een andere soort stoere pot voor terug. Maar ik doe het nu even daarin. Want de bestekla werd daardoor echt een bende door die grote pollepels. Dus ik heb het nu even zo gedaan. Hier even wat dingetjes gelegd, zoals openers. Hier ook wat lepeltjes en vorkjes. Hier het bestek gewoon. Hier alle messen zitten nu hierin. En de rest gewoon van opscheplepels tot schilmesjes. Ideaal. Dus dit is weer netjes. Deze la heb ik ook even helemaal anders omgegooid. Dus dit is ook weer netjes. Mijn kruiden, alles bij elkaar. Koekjestrommel, schortjes, brood, borden, onderzetters. Dus dit is ook weer allemaal gewoon lekker opgeruimd. Dan ga ik nu deze kast volruimen, want het is een letterlijk drama. En de lampjes branden. Kijk nou hoe leuk. En verder is Mark net teruggekomen. Die heeft dit bij mijn zwager in elkaar geknutseld. Dus die komt hier boven. Dus dan kan hij zijn spulletjes wat meer ordenen. En kan hij denk ik alles een beetje netjes uithangen. Ik denk dat hij dat een beetje wil. Dus ik had net dit allemaal heel netjes naast elkaar opgeruimd en gesorteerd. En toen kwam hij opeens met dit aan. Dus toen moest opeens alles weer van de toonbank af. Dus niet toonbank, werkbank, Shell. Ja. Oké, ik heb wat dode bloemen uit het vaasje gehaald. En ik heb mijn pluimen ingekort. Een flink stuk, want ze waren echt te lang. Verder heb ik nog sinaasappelen gekocht. Dus ik kan ook nog even sapjes gaan maken vanmiddag. En verder doe ik het rustig aan, want ik ben echt nog steeds niet fit. Dus ja, ik zit lekker hier met een hoofddoek om mijn koppie. Dus ik ga hier even nog een beetje opruimen. Dit in de groencontainer gooien. En dan is dat ook weer gedaan. En zo worden er steeds meer dingetjes in het huis gedaan. Dit neem ik even naar boven, want dit lag nog bij ons in de schuur. Dus ik moet ook even een plekje krijgen. Handdoek moet even gewassen worden. En dan ga ik even productfoto's maken. Kijk, en hier hangen nu die mooie foto's van drukwerk nodig. Want daar heb ik ze laten vergroten. En ik ben er echt mega blij mee. Zie je het nou misschien beter wanneer ze uit zijn. Kijk, het is natuurlijk gewoon een strakke zwarte lijst. En deze foto's zijn allebei met heel veel schaduw. Maar met een klein beetje lichtinval. Daardoor vind ik ze wel heel mooi zo bij elkaar ogen. Dus voorlopig hangen deze gewoon helemaal prima en helemaal naar mijn zin. Verder ga ik het bed even wat verder opschudden. En ga ik even de badkamer ook opruimen, want ik kom net onder de douche vandaan. En ik ga even die productfoto's maken, want anders ben ik heel laat vandaag. En ik heb net productfoto's gemaakt van dit product. En dit is Oase, of Oase, het is maar net hoe je het uitspreekt. Maar dit zijn vitamine tabletten in een soort wijngum
vorm. Het is heel apart, maar het is, ja, ik vind het niet een heel verkeerd smaakje hebben of zo. Het zijn hele flinke capsules. En dit zijn 60 stuks en softgels. Dus het is gewoon heel zacht. Het is ja, net een wijndun, maar proeft gewoon echt wel goed. En dit moet echt gewoon een hele goede stimulans zijn voor je haar. Nu heb ik de laatste tijd sinds ik mijn haar echt wel blond heb gehad, echt wel een beetje droog gemaakt. Maar het wordt wel weer mooi. Het is nu in ieder geval goed kort geknipt. Dus het wordt wat dikker. Maar goed, het is in ieder geval halal en vegan. En Swiss Invention staat erop. En dit is de website. En ook inderdaad de hashtag naar Oase toe. Dus ik ben heel benieuwd. Hier komt gewoon een review van. En dit is natuurlijk na 2-3 maanden pas echt een beetje te zien. Dus ik ga ook foto's maken van mijn haar, hoe het is. En dan ook after. En dan komt er misschien ook gewoon een tweede product van. Of een tweede review van online, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog een heel leuk pakketje trouwens ook verder nog gekregen. Dit is trouwens ook nog die kaart van Oase. Echt super leuk. Altijd leuk van dit soort kaarten erbij. Ik vind als PR-bureaus en zo dat het wel altijd wel wat persoonlijks heeft. Ik heb namelijk hier ook nog wat producten van Nivea. Straight Forming Spray, Spray Styling Mist en een Styling Primer. En dan heb ik nog een product van Bio Oil voor een extra droge huid. Dus nou ja, goed, op dit moment heb ik niet echt een hele vette huid, maar extra droog. Dus die is wel goed. Een La Bellino Coconut Water en Aloe Vera Aroma. Ik ben heel erg benieuwd, want ik ben geen labello gebruikster. Dus ik ben ook niet verslaafd aan heel de dag mijn lippen in te balsemen. Maar ja, deze producten vond ik wel heel goed eruit zien. En ook deze in een nude kleur, rosy nude. Heel erg leuk. Lipstick vorm. Dus I'm excited. Leuk. Ik heb weer wat producten om te reviewen, dus dat is sowieso tof. We zijn afgelopen weekend trouwens ook nog naar Shintori geweest in Den Bosch. Ja, met Jordi en Merel. En dat was hartstikke gezellig. Dus een topavondje. En ja, hier is alles op zich alweer een beetje opgeruimd en netjes. Van Irresistible Me Diamond, de Styling Iron, wil ik nog even foto's ook gaan maken. Dus die ga ik ook straks eventjes neerleggen. Maar dat ga ik met een witte ondergrond doen. Dat vind ik net wat leuker dan zo'n rommelige foto. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik ga eerst even die bio crème even uitproberen. Want ik ben hier wel benieuwd naar. Op dit moment heb ik echt een droge huid. Dus ik ga het eens even testen of dat hij doet wat hij belooft. En inmiddels heb ik mijn haar gedaan. Tenminste, in zoverre dat het lukte. Het is gewoon weer wennen, want er is zo'n stuk af. Tenminste, het is maar zo. Maar het is gelijk wel op zo'n lengte dat je denkt van oké, ik kan er net wat mee. Maar het is nog even lastig wat je ermee wil. Maar goed, ik heb nu een labello dus op. Die ik net liet zien. Hij voelt super zacht aan op de lippen. Hij is echt heel fijn. En ik vind het kleurtje heel mooi. Het is niet te nude. Het is gewoon nog een mooie roze kleur. Waardoor je het eigenlijk gewoon heel het jaar door kan gebruiken. Dit is een mooi kleurtje zowel in de zomer als nu. Dus ja, daar ben ik blij mee. Foto's zijn gemaakt. Foto's van de portemonnee zijn gemaakt. Dus deze portemonnee. Perfect kleurtje trouwens voor de herfst en de winter. Al zeg ik het zelf. Echt een heel leuk kleurtje. En verder heb ik ook de stylingproducten van dus de Nivea nieuwe lijn geprobeerd. En dit is stijl. En ja, goed, stijl is het. Dus er zit weinig slag in. Nou moet ik wel altijd zeggen dat als je zo'n spuitbus gebruikt, dat het wel wat harder wordt. Maar hij ruikt wel echt heel erg lekker. Dus dat vind ik wel een hele fijne altijd aan de Nivea lijn, dat het zo lekker ruikt. Maar goed, ik ga nu nog even de foto's bewerken, die op mijn computer zetten. En dan ga ik even aan de blogartikelen werken. Dus dat moet ik wel even echt gaan doen. Want anders lukken weer heel veel dingen niet deze week. En dan krijg ik stress, want de kerst en alles komt er ook aan. En er moet gewoon heel veel nog gebeuren. En in de vakantie wil ik echt een keer dit keer echt volledig genieten van mijn vakantie. Dus niet alleen maar bezig zijn met social media, maar echt met mijn man en mijn familie en vrienden. En verder niks. Gewoon chill. 2020 in.
Mijn unicorn is geplet. Adem in. Ik heb wat nieuwe items om. En ze zijn van Anna Luisa. En dit zijn gerecyclebare sieraden, om het zo maar te zeggen. En ze zijn echt prachtig. Zo eentje wilde ik al een hele tijd. En deze is ook best wel zwaar. En zoals je kan zien is het kettetje ook heel fijn. Maar hij heeft hele kleine gouden balletjes aan de hals. En dan loopt hij uit tot dit vormpje. En dan ook nog met hele kleine balletjes over het vormpje heen. Echt super nice. Dit past eigenlijk bij alles. En ik vind het kettetje ook wel weer wat specialer door die balletjes zo in plaats van één standaard ketting. Verder zaten er ook oorbelletjes bij. En die zijn ook echt heel erg mooi. Kijk, zoals je kan zien. Een soort van een knoop. En dan een heel fijn hangoorbelletje met als symbool van maagd. Want dat is mijn sterrenbeeld. Dus dat vond ik wel leuk. Dus dat vond ik wel een mooie combinatie. En dan wil ik hier nog één klein rond goudje in gaan doen. Ja, dat zijn ze. Ik vind ze wel echt heel subtiel. En ik vind het leuk in combinatie dat het gewoon allemaal bij elkaar matcht. Vroeger was ik altijd echt heel erg van zilver. Momenteel vind ik meer goud mooi. Omdat het wat warmer is. Ook in je gezicht. Ja, ik vind het wel heel erg tof. Dus het kwam in een heel mooi doosje aan. Maar het is dus gewoon gerecycled. Super tof. Want dan is het ook alweer goed voor het milieu. Want er moet heel veel werk aan worden gedaan als je een sieraad wil creëren. En het kost heel veel grondstoffen. En op deze manier is het dus gewoon helemaal 100% gerecycled. Dus extra goed. Dus dat is sowieso top. En verder vond ik deze combinaties wel mooi. Omdat het qua oorbellen heel erg subtiel is. Het is heel erg clean. En dit sieraad, deze ketting, kan eigenlijk bij alles. Het is niet te lang. Het is niet te kort. Het is precies in het veetje, zeg maar, van je nek. En dat is gewoon echt heel mooi dat hij net zo op je borst valt. Heel erg blij mee. Verder heb ik een jurkje trouwens aan van Lovies. Als ik het goed zeg. Volgens mij is het Lovies. En verder heb ik net even de was gedaan. We komen net van de verjaardag af bij mijn schoonouders. En ja, daar zijn we wel eventjes geweest. Dus nu even lekker de was gedaan. Vanochtend nog even verse sapjes gemaakt met mijn man. En ik ga denk ik nu even lekker aan mijn bullet journal werken. Zodat ik vanavond lekker op mijn gemak Expeditie Robinson kan kijken. En ik moet nog aardig wat artikelen even gaan voorbereiden voor deze week. Dus productfoto's zijn gemaakt. Nu even allemaal mooi een filtertje eroverheen gooien. Dat het even allemaal wat clean is. En dan ja, is het tijd om lekker te genieten van de rest van mijn zondag. Maar ja, hier ben ik sowieso heel blij mee. Ik kan altijd van de kleinste dingen heel erg blij worden. Maar ja, dit is gewoon echt top. Hier kan ik echt onwijs van genieten. Ze zijn echt prachtig. Dus Anna Luisa, super bedankt. Want ja, ik kende het fenomeen nog niet dat je inderdaad gerecyclebare sieraden had. Dit vind ik wel een toppertje. Plus, ik ga waarschijnlijk beginnen, tenminste niet waarschijnlijk, ik ga beginnen met 10 dagen clean eten. In combinatie van veganistisch. Om even mijn lichaam te cleanen vlak voor de feestdagen. En ik heb nog steeds heel, heel, heel erg last van mijn lijf. Vooral afgelopen week was weer een drama. Echt, elke ochtend ben ik wel met pijn opgestaan. En op een gegeven moment ben je gewoon echt, echt klaar ermee. En heb je zoiets van, ja, waar ligt het nou aan? Ziekenhuis kom niet verder. Ik kom niet verder. En toen kreeg ik een aanbod om zoiets, een programma te volgen met een diëtiste erbij. En ik dacht, why not? Ik ga het proberen. En waarschijnlijk is het ook heel goed voor mijn lijf. Ik heb pas geleden natuurlijk ook nog zo'n clean eat, ja, programma gevolgd. En dat was ook een spoeling van je lichaam met heel veel aloe vera sap. Nou moet ik zeggen, in die 9 dagen had ik ook geen last van mijn blaas. Maar het is wel zo dat ja, op een gegeven moment heb je zoiets van, er moet iets zijn waar ik niet tegen kan. En op dit moment is dat waar ik achter ben gekomen. Witte wijn kan ik echt niet tegen. Citroen en limoenen. Pittig eten, bijvoorbeeld pittige kipsalade sambal. Die hoef ik echt niet meer te pakken, want daar ben ik ook de vorige keer heel naar van. En nu is het eigenlijk soort gekomen omdat we de laatste keer uit eten gingen met Jordi en Merel door de wasabi. Maar ja, mij lijkt het niet dat wasabi zo lang in je systeem blijft zitten dat je er een week last van hebt. Dus dan gaan er nog meer dingen fout. Dus ik denk, als ik nou even gewoon ga clean eten en ik heb dat weer onder de knie en ik ga weer even het lopen erbij pakken en even bewegen.
deze week ook weer begonnen met mijn yoga oefeningen. Super veel spierpijn overigens. Maar wel lekker. En dat is ook wel een hele fijne app. Ik zal die even hieronder in beschrijving zetten. Die is echt heel nice. En daar kan je gewoon lekker het filmpje mee meedoen. Ik leg mijn yogamat klaar. Meestal 10 minuten. Je kan punten ermee verdienen. Je kan je statistieken delen. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Dus dat is heel relaxed. Gisteren ben ik dus begonnen ook met de halkas verven. Het is een andere kleur groen geworden dan ik in mijn hoofd had. Het had net een tintje donkerder moeten zijn. Maar ja, het was een heel gedoe. Want ik wilde hem weer zoals van dit merk, zeg maar, noir en blank. Als ik het goed zeg. En dit was de kleur met grey. Maar dit is echt een muurverf. En een muurverf hebben ze wel. Maar de verfjes die je nodig hebt op hout. Ja, die moet je laten mengen. Dus ik heb die wilde ik laten mengen. Maar dat kon dan alleen maar in de karweiverf. En die stond niet heel goed bekend. Ook bij hun raden ze die eigenlijk af. Omdat het echt bij een halkast moet worden gebruikt. En er komen heel veel mensen langs. En je stoot er wel eens tegenaan. En dan is het heel snel kapot. En het verkleurt heel snel. En ik denk, ja, zonde van mijn geld. Dan doe ik wel een tientje beter. En dat was ook gelijk 40, 50 euro erop. Van Histor. Toen moest hij dus gemengd worden. Toen ging het blik omhoog. Toen dacht ik, shit, dit is best wel een heel lichte kleur. Maar goed, hij is donkerder dan uit het blik. Dus dat is al fijn. Ik heb uiteindelijk niet gekozen voor mat, maar zijde glans. Omdat het een kast wordt, een voorraadkast. Waardoor je ook wel eens een keer een doekje wil halen. En met mat gaat dat bijna niet. Dus dan zou je elke keer moeten uitstofzuigen. Maar een doekje is net zo makkelijk. Toen ben je 20 keer sneller klaar. Dus toen dacht ik, laten we dat maar gewoon doen. Kijk, en dit heb ik dus gekregen voor het programma. En hier staat van Fitigy de Vegan Switch. Ja, recepten voor 10 dagen. 29 recepten om de koude winterdagen door te komen. Er staat echt van alles in. En het is super mooi weergegeven. Dus kijk. Ziet er echt heel nice uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er zit dus ook inderdaad een supplementenstrip bij. Die ziet er zo uit. 10 days detox dieet. Ik ben heel erg benieuwd, mensen. Kijk hier. Dag 1 tot en met dag 10. Dus ja, ik moet dit eigenlijk wel de komende week gaan doen. En hier staat alles inderdaad dus in van wat het allemaal inhoudt. Wat er allemaal in zit. En noem het maar op. Ja, trouwens, ik kan maandag nog niet beginnen. Want ik heb eerst nog een gesprek met iemand staan. Met de diëtist. En die gaat me helpen met dit. Dus ik hou jullie op de hoogte. Maar I'm excited. Ja, er komt waarschijnlijk wel een video over hoe ik alles ga doen. Ja, het was misschien makkelijker geweest wanneer ik dit in mijn vakantie had. Maar dan zit je weer vol met je eerste en tweede kerstdag. En dan is het juist wel weer lastiger. Dus mijn coach gaf ook aan, ga dit gewoon doen vlak voor de feestdagen. Dan zit je er in ieder geval lekker in en dan ben je in ieder geval al een stuk bewuster en je voelt je waarschijnlijk al een stuk beter. Het kan wel zijn dat je hoofdpijn krijgt, maar wanneer je dat krijgt, dan weet je dat je er echt aan toe bent geweest om dit te gaan doen. Dus, I'm excited. Op twee verschillende, totaal verschillende manieren. Maar ik hou jullie op de hoogte en er komt een uitgebreid artikel over op mijn blog. Dus hou die ook even in de gaten. Zoals je kan zien, die bovenste kleur, dat wordt hier helemaal. Waarom hebben wij uiteindelijk niet voor wit gekozen? Eerst wilde ik hem op het liefst bijna eerst zwart. Het is wel een heel groot lomp ding in de hal. Hal is wel hoog, maar niet heel breed. Dus als je dan inderdaad zo'n kast knijt, te zwart gaat doen en er zit geen motief, helemaal niks in, dan is het echt één groot zwart blok. Dus toen dacht ik van oké, misschien dan wel een kleur, maar wat stoerder in de tijd van nu. Dus toen dacht ik aan een kleur groen, wel donkerder dan wat er nu op zit. Maar ja, ik ben denk ik als die helemaal erin zit met die zwarte handgreepjes, dan is die echt wel gewoon stoer. En dan kan dit eindelijk onze voorraadkast worden. Dus op dit moment heb ik hier gelijk alles al neergelegd voor de verf. Maar kijk, het is echt zo'n grote kast. Hier kan je zoveel spullen nog extra in kwijt. Van extra blikken en potten, vazen, nou noem het maar op, mijn keukenmachine, dat soort dingen. En deze knoppen had ik als eerst gekocht hier voor deze kast, als die wit zou blijven. En het paste nog steeds wel op. Alleen, ja, misschien dat ik die gewoon hier ga bevestigen, twee knoppen. Dat ik er altijd eventueel een tas of iets op kan hangen. Maar goed, ja, het is een hele klus, maar het gaat allemaal goed komen. Vast wel. En trouwens, dit stuk heeft mijn moeder voor ons gemaakt. Echt super leuk. En het past ook gewoon goed op onze tafel. Het is heel breed, maar dat mag ook wel bij deze tafel. En als we gaan eten, schuiven we het gewoon een paar centimeter op. Voor de mensen die zich afvragen wat voor kleur dit is. Uiteindelijk heb ik dus wel voor zijdeglans gekozen.
Maar ja, dit is dus de kleur. Het is gemengd met de Histor-verf en het is zijdeglans. Ik wilde er eigenlijk mat. Alleen mat beschadigt supersnel. Dus toen zei ik, nou doe maar zijdeglans. Neemt ook wat makkelijker af. Dus ja, kijk, het is nu heel licht. Het is echt, als je het zo ziet, dan denk je, wat? Maar in de hal is die een stuk donkerder. Dus daar heeft die man wel gelijk in. Ik heb het waterproef geschuurd en hier liggen de kwasten en de rollen klaar. Ja, ik hoop dat het vandaag helemaal erin komt te zitten. En dat in ieder geval die buitenkant klaar is. Mijn moeder heeft nog deze vaas bij de kringloop van mij gehaald. En die heeft ze zwart gespoten. Maar kijk, we hadden natuurlijk een beetje problemen met onze spullen in de bestekladen. We konden niet echt alles lekker kwijt en deze lepels nemen wel echt mega veel ruimte in beslag. Maar ik vind ze ook wel weer stoer. Hier moeten nog steeds even wat accessoires en dingen veranderen en bijkomen. Maar dat komt goed. De planken heb ik in ieder geval al. En de potjes die moeten gewoon een keer een plekje krijgen bij een hoek. En dan gewoon leuke stoere zwarte accessoires. En dan is het meer één geheel ook hier in de keuken. En de kast staat in de verf. Hij zit er helemaal in. Behalve de onderkant en de binnenkant. Alleen, hij moet nog een keer gedaan worden. Meestal is het sowieso dat je een kast of een stuk sowieso twee keer moet verven voor sowieso een goede dekking. Want hij heeft hem niet overal perfect gepakt. Maar we zijn dus heel erg aan het twijfelen. Want deze knop past hier perfect. Het is echt een hele leuke knop. En hij kleurt een beetje mee, want hij is gebroken wit. Deze trouwens van de Zara. Gebroken wit. En het staat heel lief. Maar ik vind het wel een hele kleine knop voor op zo'n hele grote kast. En deze kreeg ik vanmiddag binnen. Dus dan heb je gewoon zo'n stoere, leren handvat. Wat weer terugkomt in een kapstok. In een spiegel. Kijk naar mijn groene kast. Op de achtergrond. Het is zo gek. Maar ik ben wel blij dat ik van het wit ben afgestapt. Dat sowieso. Hier ligt allemaal nog rommel. Want dit lag ook allemaal in de kast ondertussen. Dat had allemaal al een plekje gekregen. Dit moet naar mijn auto. Dit moet gewoon even weg. De lamp heeft ze anders gezet. Wij hadden deze lamp namelijk nooit aan, omdat hij fel schijnt en zeker naar beneden. Maar goed, nu schijnt hij dus omhoog en creëer je dus weer een andere hoek in je woonkamer. Dus dat heeft ze goed gedaan, dus die houden we zo. En wat is er veranderd? Oh ja, bosje bloemen heeft ze een beetje uit elkaar getrokken. Dus die staat weer vast op de normale plek waar die stond. Die heeft mijn moeder hier, dus het kerststukje natuurlijk. Dit heeft mijn moeder zo neergezet, dus daar die twee huisjes zo, dit daar. Daar komt nog een lampje voor in de hoek, want ze zegt ook al, die hoek is echt heel donker. Hier staat mijn vaasje nu trouwens. Ja, die staat er mooi bij. Ik heb net voor 50 euro boodschap gedaan, dus dat moet ik even allemaal een plekje geven. Want ik ga vanavond risotto eten, à la Jamie Oliver. Mijn moeder heeft trouwens dit ook helemaal veranderd. Stuk georganiseerd als ze zag hoe het eerst was. Het is nou een stuk mooier. Het staat in groepjes, dus inderdaad de kruiden rechts. Bovenin inderdaad mijn muesli en mijn havermout en dat soort dingen. Dat heeft ze zo neergezet van tapasplanken. En dan dat bosje, dat komt weer uit dit pakket. Dus die is gedroogd, dus die staan nu daarin. Fruit gewoon in een grotere schaal. En zo staat het allemaal wat liever en wat rustiger. Hier niks meer op. En dit heeft ze zo als hoekje gecreëerd. De spotlepels zo, de koffie, de suiker daarin. Nou, helemaal zo, helemaal goed. Ik ga nu eerst alle boodschappen een plekje geven, want ik heb echt heel veel gekocht. Dus ik ga dat even uitstallen. Laat ik even zien wat ik heb gekocht. En dan krijg alles even een plekje. Oké, mijn bevroren spinazie heb ik alvast in de schuur gebracht in de vriezer. Maar ik had dus ook nog bevroren mango en bevroren blauwe bessen. Ik heb havermout gekocht van het merk Gewoon. Parmezaanse kaas, worteltjes, broccoli, tomaten, zilvervliesrijst met spelt en kwana. Zag er wel heel erg lekker uit. Dus ik denk, nou ja, dat is misschien wel lekker. Ik zeg het waarschijnlijk ook helemaal verkeerd. Verbeter me maar. Zilverrijst, macaroni, spaghetti mix. Basis. Coconut oil. Coconut olie. Bio. Dus nou ja, daar kan ik wel even mee doen. Kost ook wel aardig wat. Maar daar moet ik ook in gaan koken. Dan heb ik nog allemaal ongezouten noten. Dus ik was ook 50 euro kwijt. Maar het zijn ook allemaal wat duurdere dingen. Scheisse, die is gezout. Dus die is voor mijn man. De rest is allemaal ongezout. Dan heb ik nog grote kip voor door mijn salade heen. Of voor 's avonds. Komkommer, peterselie, dus koriander wat ik net zei. Druiven, twee avocado's, basilicum, knoflook, gehakt, oudse geraspte kaas. Dus ja, ik ga dit allemaal een plekje geven. En dan kunnen we beginnen met de vegan week.
Vanaf morgen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb dus geen idee hoe het gaat zijn, maar ik vind het wel tof om me in te zetten om het milieu in de wereld een stukje te helpen. In de zin van minder vlees eten en meer voor jezelf zorgen. Dus ja, ik ga dus beginnen met de vegan switch. En dat betekent dus dat ik in 10 dagen tijd ga ervaren hoe het is om eigenlijk af te kicken van alle slechte dingen die ik kan eten. Dus mijn lijsten heb ik compleet, mijn boodschappen heb ik in huis. De beweging, ik ga vanavond een schema maken met wat ik moet doen per dag. Dus dat ik dat kan afstrepen, dat ik niks vergeet en dat ik ook echt motivatie heb van oké, ik moet hier een kruisje van kunnen maken. Dus dat ga ik doen. Dus ik ben super benieuwd. Dus ik hoop dat ik mensen hiermee kan stimuleren. Dat ze ook zeggen inderdaad van ja, ik wil het ook gaan doen of ik wil het ook gaan proberen. Zoek op term vegan switch of klik hier in de link hieronder. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Oké, en de aardigheid is weer zo goed als glad. Ik heb even de havermout in dit potje gedaan, zodat ik het makkelijker bij de hand heb. En dat ik er makkelijker iets mee kan doen. Dus even door de smoothie of oatnights even maken. Dus dat is wel handig. Deze schepjes heb ik trouwens van Loods 5, voor degenen die het willen weten. Makkelijke moestuin heb ik vandaag binnengekregen overigens. Want dit ga ik ook natuurlijk doen. Dus hier moet ik me echt even goed in verdiepen. Dit is gewoon huiswerk eigenlijk. Want het schiet erop. Het is nu al december en in januari, februari moeten we wel een beetje die bakken gaan opbouwen. En dan gaat het beginnen. Dan krijgen we onze eigen moestuin. Dus ook weer beter voor het milieu, want we kopen dan weer minder in plastic en zo. En we hebben dan alles veel makkelijker bij de hand. Dus na mijn werk schiet ik dan even langs onze moestuin. Pluk ik even wat dingen en dan kunnen we dat s'avonds gelijk eten. Kerststukje van mijn moeder staat weer aan. Hier is alles weer netjes en glad. Zo, hier ook de bank. Kerstboom heb ik even weer aangezet. Het blijft wel een leukie, hè? Ik vind hem echt heel leuk. Als ik nu naar links kijk, dan is het echt zo sfeervol en leuk geworden. En zoals je kan zien, zijn ook onze lampjes onder de overkapping heel goed zichtbaar. Dus super nice. Kijk nou hoe leuk. Oh, ik ben helemaal happy. Ik hou van kerst, ik hou van lampjes. Maar als ik nu kijk naar links en met weinig verlichting dat het al zo mooi is. En mijn moeder heeft daar ook dus nu een lampje voor meegenomen. Dat die boom iets meer opgelicht wordt. Dat we niet altijd hier deze 3 lampen aan hoeven te hebben. En buiten heeft ze 2 kerstboompjes meegenomen. En heeft ze even 2 kaarsjes aangestoken. Want die linkse die moet op, die hadden we al. Die hadden we gekregen voor ons trouwen. Dus die moet gewoon een beetje op worden gemaakt. En verder is het gewoon helemaal leuk en sfeervol en gezellig. En ondertussen staat er ook een foto van op de Instagram. En ik ben gewoon al blij als ik hier naartoe kijk dat ik denk, goh, het is echt een stuk rustiger en overzichtelijker. Ik heb het zo warm. Kijk die wangen. Oké, mensen, ik ga afsluiten. Doe een duimpje omhoog, laat een reactie achter. En hopelijk zie ik je bij de volgende vlog of video weer terug. Thanks for watching.